We hebben nu het eerste gedeelte eigenlijk van de solo, van het hele aardje, zeg maar, dus het eerste thema van Europe van Carlos Santana doorgenomen. En in het tweede gedeelte, dan gaat hij eigenlijk omhoog. Hij gaat omhoog. Dat klinkt ongeveer zo. Het tweede gedeelte. In de volgende les duik ik daar even wat meer in detail op in. De akkoorden blijven exact hetzelfde als in het eerste themaatje waar we zijn begonnen. Wat was het eerste themaatje nog even? Dat eerste themaatje begon op deze wijze. En het tweede themaatje begint dat hij omhoog gaat vanaf de achtste fret helemaal naar de 15e fret. Dus dit stukje. Dit is het tweede thema. Oké, in de volgende les wordt in detail uitgelegd hoe we in het tweede gedeelte, waar hij omhoog gaat, in detail uitgelegd. Oké.